Ik ben hier even met een nieuwe aflevering van GTA 3. En dan gaan we weer verder waar we gebleven waren bij de vorige episode. Decoy. A lesson in business, my friend. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate in the package. Get over there, pick up the van and act as a decoy. Keep them busy and he should make good his escape. Oh. Hoe ben ik weer met dat schieten? Dat was dus. Nee, niet die. Ook niet zo. Moet ik eens inzoomen. Ik weet het niet meer. Oké, we gaan gewoon maar rijden. Ik zie wel wat Skip gaat stranden. Moet ik weer een leuke cheat inspawnen. Maar ik moet eerst even niet. Je wil er een beetje slaasaus mee? Gratis af te halen. Dan moet ik weer naar boven over die brug heen. Hoe kwam ik daar ook eens weer? Volgens mij was hier gewoon rechtdoor. Of zoiets. En ik verwacht zometeen heel veel politie. Oh ja, dan hoor die brug natuurlijk weer ding 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 ding. Ah. Oeh, die ging helemaal niet goed. Net geen politiewachtje geraakt. Nou, niet het heuveltje nemen. Pak alleen maar onhandig. Ik wil ook niet die even aantikken. Zo, laat ik hier maar eens blijven staan wachten. Kaart geven! Nou, de politiebusjes despawned. Handig. Goeie politie. En een loading. Ah, wat ga jij dan doen? In één keer random. Niet eerst even spiegelen. Dan was ik toch echt aan het inhalen. Tutut. Tutut. Move. Ik was aan het rijden, niet jij. Sorry. Je liep op de verkeerde plek op het verkeerde moment. It ain't my fault. Oké, waar gaan we nu naartoe? Dit is naar het politiestation dus. Of bureau. Hoe dat ook precies mag heten. Misschien moeten we deze dus jatten. Kijk, bij deze kunnen we dus inzoomen. Dat is goed om te weten. Ik heb geen zin in de politie dus. Wow. Te agressief. No police, please. Nee, dus dat werkt. Wacht dus niet. Ik denk dat ze ook echt niet vooruit te branden, jongen. Bok op. Police. Dan zie ik hier min 1 ster liggen. Ik kan nog best wel zijn handje helpen. Oh, vandaag dus niet. Ik moet die grond onder de grond. Nou, donder op politie. Niemand vroeg om jullie. Zelfs ik niet. Ik vraag nooit om jullie. En toch komen jullie altijd. Onaangekondigd op mijn feestjes. Ik kom er nooit dat ik jullie uitnodig. En ik jullie nooit uitnodig, zijn jullie er altijd. Bok op! Wat zei ik nou? Bok op! Ja, daar kunnen we niet doorheen, hè? Oh, maar wel erlangs. Maar in ieder geval, ik ben nu al af van die annoying chopper. Dat is ook nog heel wat waard. Hop, andere kant op.
heel veel last meer van die politie. Hoezo voor dat eventjes. Zeikje. Voor dat eventjes. Ga deze kant op, ik weet niet waar ik naartoe ga. Ik kan me ook echt helemaal niks boeien. Zolang ik die 5 seconden nog maar vol kan houden. Zonder al te veel damage. Oh, er zijn niet zo heel veel politieautootjes meer. Iets wat niet zo handig is, kan je weer naar buiten. Ik moet moeilijker van ze afkomen. Maar nog 30 seconden. Oké, nog 1 kogel. 1 hit en het is klaar. Ik kan nu opnieuw beginnen. Of zo goed als nu. It's over. Mission failed. Wasted. That. Ugly. Nee, start game. Load game. Die. Wat is nou precies de bedoeling eigenlijk? Ik denk dat ik moet even googlen. Ik weet niet precies wat ik eigenlijk moet gaan doen. GTA 3. All missions. Oh, dat was mijn headset tegen mijn mic aan. Even kijken. Deze moet ik denk ik hebben. En dan was het. Niet introduction. Iets met een D. Oh, telefoon en rijden gaat met goed. Decoy. Dat was hem toch? Ja. Oké, wat moet er gedaan worden? The pilot is soon to start moving. The spring of the trap at closing. So wat ik zelf moet doen is gewoon. Ik moet naar het vliegveld zelf. Dat is het. Een drop-off point. Ik weet niet precies, maar het is me een beetje onduidelijk. Hier zitten op te letten. Zo zeg ik het eerlijk. Als ik bekijk zo gewoon een video, dan weet ik ook waar ik naartoe ben. In het next episode. Oké, laten we weer zo teruggaan naar het luchthaventje. Le Paris Excel. Maar ik wil eerst een iets betere auto hebben. Zoals deze. Iemand springt gewoon random voor iemands auto. Het draait stukken beter dan een cheetah. Rare. Oh, ik heb nu al police. Dan heb ik het toch alweer zo kwijt. Zo'n idee heb ik. En de politie ben ik alweer kwijt. Machtig mooi. Ik heb onder nog extra health. Echt ooit nodig heb ik denk ik niet. We gaan eens kijken. Gaat die brug nog omhoog? Nee, yes or the no. Denk ik niet. En we zijn aan de overkant. Oh, die brug begon gewoon net. Jezus, taxis van tegenwoordig spiegelen ook niet eventjes. Kijk, dit soort random ongelukken. Nu zie ik helemaal niks meer, want mijn motorkap staat omhoog. Heel erg jammer weer dit. Maar in ieder geval hier is het weer dat politiebureau. Waar we instantly 6 sterren gaan krijgen. En dan al op te wachten. Even kijken. Misschien als je een sniper hebt. Kijk, de achterhoek is al opgewacht. Mooi dat ik daar gewoon de straat blokkeer.
Oké, okay, now lead the cops aware, away from the warehouse. Oké, okay, dat zou op zich wel moeten lukken. Dan moet ik dat 2,5 minuut volhouden of zo. En moet ik hier niet naar beneden gaan vallen. Omdat een of ander politieagentje mij heel leuk denkt om weg te duwen. Doe je deurtje maar dicht, uiteraard. Uit het zoeklicht blijft ze niet heel van de hand. Oké, okay, maar in ieder geval, ik heb al minder damage dan eerst eigenlijk. Eigenlijk van plan was om te gaan krijgen. Nou, die is zichzelf al gejamd. En die gaat mij jammen. Er nog eentje aan. Gewoon weer de tunnel zien, denk ik. Denk ik het allermakkelijkst om te doen. Oh, we hebben nog eentje achter me aan zitten, wat ik niet meer kan sturen. Fijn, hè? Hele kamer even lekker knuffelen. Daar heb ik in ieder geval geen last meer van. Kijk eens, ik heb nu al minder damage dan de vorige ronde. Totdat die twee idioten weer erbij komen. Er zit nog een politiebusje. Als jij aan die kant blijft rijden, vind ik echt alles best. Wat zei ik nou? Aan die kant blijven. Vast op de echt wel keiharde boom daar. Nog 1 minuut 20 volhouden. Dat zou op zich wel moeten lukken. Zou geen rocket science moeten zijn. Oké, okay, nog 1 minuut 14. Zijn toch een stukje annoying police. Jullie blokkeren wel heel mooi de straat. Om mooi alle ruimte te krijgen. Nou, gaan we gewoon nog langer door naar die tunnels. Dus moet alle politie wel weg. Oké, okay, hier komt dus uit de tunnels. Alright, that's not so funny. Maar nog 50 seconden. Vorig jaar veel meer damage al. Totaal niet echt blij van werd. Dan gaan we deze kant. Totaal niet wat ik naartoe rijd. Hé, hey, dit is de eerste stad weer. Hé. Hey. Echt mooi dat ik iets uit de lucht kon vallen. Zodat het ervoor zorgt dat het ding nooit onder de grond kan spawnen. Toen moest dat nog, op die manier. Toen game engines nog nieuw waren. Bij wijze van. 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, 0. Mission passed. I knew it. Oké, okay, maar ik ga zelfs terug naar het safehuis toe. Even snel opslaan. Met het busje, uiteraard. En dan ga ik kijken wat we de volgende keer gaan doen. Ik denk weer naar Donald Love, of hoe die gast ook precies mag heten. Hij was gewoon 2,5 minuut survival. Hoe gaan de sirenes eigenlijk alweer aan? Niet zo. Ik ga trouwens niet af. Move. Maar in ieder geval, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.